Als je een baan zoekt in Flevoland, dan ben je hier aan het juiste adres. Elke woensdagmiddag hebben wij de beste vacatures van Flevoland. Vandaag vertegenwoordigd door twee dames van Tempo Team, Jip en Daphne. Nou, dat klinkt toch hartstikke leuk. Welkom dames, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Tempo Team, we zeiden net even tegen elkaar, dat ken ik nog wel van vroeger toen wij zelf een bijbaantje zochten. Dat is natuurlijk al heel erg lang geleden, vooral in zijn geval. En hoe lang bestaat Tempo Team eigenlijk? Al weten jullie dat zo uit het blote hoofd? Jeetje, nou, ja, dat is een vraag. Een hele goede vraag. Ja. Dat is een hele goede vraag. Nee, we hebben toevallig gisteren een regio-bijeenkomst gehad. Dus dat zouden we inderdaad absoluut moeten weten. Hè? Ja, maar in ieder geval heel lang. Laten heel lang, zeker. Langer dan wij. Ja. Langer dan wij. Een gerenommeerd bedrijf. Precies. Anders bestaat het niet zo lang. Dat zeker. Ja. Daarom. Welke vestigingen werken jullie? We werken bij Tempo Team in Lelystad. Mm-hmm. Dus dat local for local, dat is wel iets wat ons echt kenmerkt. Mm-hmm. Dus ja, dat is ontzettend leuk. Wat maakt het zo leuk, Jip, om te werken bij een uitzendbureau? Nou, het is heel afwisselend. Er zijn heel veel verschillende vacatures. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die komen solliciteren voor een vacature. Dus leuk om met verschillende mensen te praten. Leuk om met verschillende klanten contact te hebben. Ja. En wat is er nou leuker dan iemand aan een baan helpen? Hebben jullie altijd werk voor iedereen? Nou, iedereen is een heel groot begrip, maar wel bijna iedereen, ja. Ja. Van laag niveau tot hoog niveau, eigenlijk is op elk vlak wel iets te vinden. Ja, Tempo Team heeft ook verschillende takken, dus we hebben heel veel samenwerking met andere takken van Tempo Team. Mm-hmm. Dus we proberen een kandidaat altijd ergens te kunnen plaatsen. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat gaan we vandaag ook weer proberen. Yes. Met de twee vacatures. De reinigingsmedewerker, dat is jouw vacature, Daphne. Ja, absoluut. Ja. Ja, wij zijn op zoek eigenlijk al per direct naar een reinigingsmedewerker voor 40 uur in de week. Mm-hmm. En eigenlijk het allerleukste aan deze vacature is dat je 80% van de tijd in Amsterdam doorbrengt. Bij grote 5-sterren hotels, mooie restaurants, scholen, kantoorgebouwen. Waarbij je echt verantwoordelijk bent met een team voor groot onderhoud. Eigenlijk halfjaarlijks tot jaarlijks onderhoud. Hè. Dus denk aan kroonluchters die in de mooie 5-sterren hotels hangen. Die met een steiger beklommen wordt om die te kunnen reinigen. Kan je even lekker in de kroonluchten van het Grand gaan hangen. Precies, precies. Dat wordt natuurlijk niet elke dag gedaan. Nee. Ja, of je moet er flink voor betalen. Ja, precies. Alles kan. Dus dat is ontzettend leuk. Maar denk ook aan het reinigen van het tapijt, aan de gordijnen. Ja, dat wordt natuurlijk ook niet altijd gedaan op een hotelkamer. Nee. Dus daar zoek je zou misschien voor. Wel eens moeten gebeuren soms. Misschien zeker wel. Kan wel eens op hotelkamers dat ik denk van nou hier is al hele tijd geen reinigingsmedewerker meer. We hebben ze in de gordijnen gehangen denk ik altijd. Ja, ja, dat is weer wat anders natuurlijk. Ja. Maar dat is best wel een afwisselende functie. Maar als je op kantoren en bedrijven zul je waarschijnlijk ook de vloer en zo moeten doen. Precies, zo moet ik kan me dat voorstellen. Ja. Vloerbedekking en dergelijke reinigen. Dat moet dan hoofdzakelijk in de avonduren. Want overdag zitten er heel veel mensen. Dat lijkt me heel storend voor de mensen die daar overdag aan het werk zijn. Ja, daar wordt er inderdaad wel op ingepland. Natuurlijk. Het meeste onderhoud wordt wel overdag gedaan. Ook de hotels hebben bijvoorbeeld, daar wordt de lobby gewoon even tijdelijk eventjes afgezet, zodat ze daar wel bij kunnen. Ja. Maar het zou wel eens kunnen voorkomen dat bepaalde werkzaamheden 's nachts gedaan moeten worden. Ja. Maar dat is wel zelden hoor, moet ik daarbij zeggen. Maar enige flexibiliteit wordt daarin wel gevraagd. Ja, dat is het toverwoord in deze huidige maatschappij. Ja, toch? Flexibiliteit. Ja, precies, dat hoort erbij. Wat zijn de eisen? Ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn weinig eisen voor deze functie. We zoeken gewoon echt. Nou, absoluut. De mentaliteit in deze functie is echt heel erg belangrijk. Iemand die flexibel is. Klantvriendelijk ook wel. Hè, want in hotels, restaurants kom je natuurlijk allerlei verschillende gasten tegen. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Rijbewijs? Dat is zeker handig richting Amsterdam. De spullen moeten toch wel meegenomen worden. En hygiëne is daar natuurlijk wel gewoon heel erg belangrijk. Soms is het wel noodzakelijk om met chemische middelen bijvoorbeeld te werken. Dus enige kennis daarvan. Maar het gaat vooral echt om de mentaliteit. En je werkt dus heel zelfstandig. Het is niet zo dat je met twee of drie collega's in een busje naar een hotel gaat? Of moet je in ieder geval in tweetallen. Okay. En voor de grotere klussen kan het echt nog wel een groter team zijn. Ja. En hoe lang? Dit is een vaste functie. Oh. Dus ja, als wij de geschikte kandidaat hebben, kunnen we daar ook gewoon echt een contract aan koppelen. Het is echt een vaste functie ter uitbreiding van het team. Ja. Merken jullie veel van de aantrekkende economie? Zijn er minder banen? Komen er minder mensen op banen af? Omdat
veel meer mensen hebben werk tegenwoordig? We hebben een hoop vacatures. Maar het meest lastige is om echt aan hele goede kandidaten te komen. Mm-hmm. Veel kandidaten die zijn gewoon voorzien van werk. Dus wat we heel veel merken is dat kandidaten op een gegeven moment latent op zoek gaan. Mm-hmm. Naast uitzenden bij Tempo Team doen we bijvoorbeeld ook veel bemiddelen op basis van werving en selectie. Dat ze echt direct een contract krijgen bij onze opdrachtgever. Je moet ze echt iets kunnen bieden, hè? Ja, dat is, absoluut. Dat is tegenwoordig. Secundaire arbeidsvoorwaarden worden ook steeds belangrijker. Ja. Dus, absoluut. Ja, dus, het is een tijd dat er inderdaad ook bepaalde eisen gesteld kunnen worden. Ja. Nou, wil je 40 uur per week aan de slag als reinigingsmedewerker groot onderhoud, meld je bij Tempo Team in Lelystad. Wat voor bedrag moeten we aan denken? We zijn toch een beetje Nederlanders. We willen ook een centje verdienen natuurlijk. Ja, mm-hmm. Je weet het nooit. Hij heeft altijd een stille hoop dat er mijn vacature bij zit. Toch nog even een goede ja. Als het meer betaalt dan dit, dan ben ik jullie man. Dus ik weet niet, wat is het per uur ongeveer? Maar ik denk dat je rond de 11, 12 euro bruto per uur rekening mee moet houden. We hebben hier Daphne en Jippe in de studio zitten van Tempo Team uit Lelystad. We hebben net al de eerste vacature besproken. En er is er nog eentje, hoor. Ja, als je altijd nog graag veel auto's tot beschikking hebt willen hebben, dan is deze baan wel iets voor jou. Senior wagenparkbeheerder, hè? Ja. Ja, waar? In Elburg. Ja. Dus het is net buiten de provincie, hè? Dan moet het wel is even net buiten mee de provincie, ja. Maar als je in de provincie woont, dan kan je er misschien net heen rijden, want de afstand is goed te doen. Ja. Nou, heb je in ieder geval een auto nodig? Of krijg je die van de zaak? Je hebt een auto in ieder geval nodig. Ja, je krijgt 800 plus auto's van de zaak die jij moet beheren. Oh, maar er staat er altijd wel eentje tussen die je kan gebruiken. Dat is een hoop bijtelling. Ja. Dus het is een functie met heel veel verantwoordelijkheid. Ja. Het is voor een bedrijf waar meer dan 1000 medewerkers zijn. Zo. En het wagenpark bestaat uit meer dan 800 auto's. Mm-hmm. En jij bent daar echt de beheerder van. Mm-hmm. Dus je moet zorgen dat die worden bereden, de leasecontracten opstellen. Als er schade is, waarschijnlijk moet je daar. Als er schade is, moet je dat kunnen zien. En, maar jij houdt je dus ook bezig met factureren. Die leasecontracten. Dus dat is, wat jou zegt, vrij verantwoordelijk. Want dat gaat over, als je 800 auto's maal leasebedragen. Ja. Dan draait je over behoorlijke bedragen waar je dan verantwoordelijk voor bent. Ja, precies. Ja. Dus het is een functie met en heel veel verantwoordelijkheid. En er is ook wel enige ervaring vereist. Ja, met een wagenpark. En los van de auto's ben je ook heel veel bezig met het factureren. Het controleren van bedrijfsgegevens. De leaseoffertes. Dus het is van alles wat. Ja. Het is ook niet een baan waarbij je 1 voor 9 binnenkomt en dat je denkt van nou 1 over 5, ik kan lekker naar huis. Nee, helaas, aan tafel. Helaas werkt dat niet zo. Je moet geen 9 tot 5 mentaliteit hebben. Want als er een auto om 8 uur nodig is, dan kan dat ook. Een beetje flexibel zijn. Precies, ook. Exact, ja. Is daar wel een paal en perk aan gesteld of zo? Of? Nou ja, je zal niet 's nachts opgeroepen worden om een auto klaar te maken. Ja, oké. En in principe is de richtlijn wel 9 tot 5, maar... Je kan niet altijd om 5 uur uitklokken. Nee, wat krijg je ervoor terug dan? Je krijgt ervoor terug. Heel veel auto's dus. Ja, maar die mag je niet zelf hebben. Die mag je niet zelf hebben, maar je mag ze wel eens verplaatsen of zo. Precies, op het terrein. Ja. Dat is natuurlijk wel leuk, ja. Daarnaast heel veel zelfstandigheid. Mm-hmm. Verantwoordelijkheid dus. Ja. Uitstekend salaris. Maar ook uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Wat is een uitstekend salaris, als ik zo brutaal mag zijn? Mag wel betaald zijn, maar dat kan ik nog niet helemaal zeggen. Maar, ja, maar wel bij benadering. Want net hadden we het over 11 euro per uur. Hè? Dus ja, het ligt wel iets hoger dan 11 euro per uur. Maar dan praat je over 12 euro, of 15 of 20 of 30 euro. Want misschien word ik in deze wel geïnteresseerd. Ja. Nou, jij hebt wel iets met auto's. Jij wil graag elke dag in een andere auto rijden. Dus dit is bij uitstek de baan voor jou. Ja. Ja. Dus waar moet ik aan denken? Nee, is dat geheim of zo? Mag je dat niet? Ja, dat is nog niet... Maar dan moet je nog onderhandelen met de opdrachtgever. Nou ja, nee, maar dat kunnen wij later nog bespreken. Nou, dat is allemaal wel spannend, hoor. Ja, ja, zeker. Maar goed, hbo-werk en denkniveau wordt er gevraagd. Ja. Dus nou, oké, dan weet je ongeveer wat voor salaris daarbij precies. Past. Ja. Toch? Ja. Okay. Ja, dan hoef je niet te solliciteren. Nee, dat is te laag voor mij. Ja. Oké, nog meer. Een rijbewijs moet je natuurlijk hebben. Een rijbewijs moet je hebben. Dat is wel handig, ja. Alleen ja. B? Personenwagens of ook vrachtwagens? Oh, dat is een goeie, ja. Ja, goeie vraag. Alleen een personenwagen rijbewijs. Dus alleen een B-rijbewijs. Ja. Je moet dus ervaring hebben met een wagenpark al. Ervaring met het beoordelen van auto's. Want zoals je net zei, als er schade is, dan moet je dat wel kunnen zien. Ja. En weten hoe je dat oplost. Ja. Het is best een stressvolle baan. Dus je moet stressbestendig zijn. Je moet ervaring hebben met het verwerken van facturen en administratie, want dat is ook een groot onderdeel. Ja, dat komt bij jou natuurlijk uit. Van die auto heeft daar en daar gereden. En bekeuringen en zo, die komen natuurlijk ook op jouw matje. Moet je helemaal uitzoeken van waar dat dan bij hoort. Ja, er komt meer administratie bij kijken dan maar dat je Maar dan 800 denkt. Auto's en is dan 1 persoon voor verantwoordelijk? Ja,
eindverantwoordelijk. Zo. Nou, dan vind ik inderdaad ook wel. Dat is een pittige baan, ja. Pittige baan, maar wel heel leuk. Okay. Nou, mooi. Nou, hartstikke leuk. Ook maar even contact opnemen met jullie, hè? Ja. Tempo Team in Lelystad dus. Senior wagenparkbeheerder. We vonden het leuk, Daphne en Jip. Vonden jullie het ook leuk voor de eerste absoluut. Keer? Heel leuk. Ja? Zeker. Wanneer zijn jullie er weer? Ja. Wanneer mogen we nog een keer komen? Ja, precies. Nou, dat salaris, we spreken wat er even buiten. Je weet ook niet of wij er nog zijn. Hè? Misschien ben ik dan wel wagenparkbeheerder of zo. Ja, of ik hang in de kroonluchten van het Amstel. Goed, dames, dank jullie wel. Tot de volgende keer. Dankjewel. Bedankt. Dank je wel.